En ik heb mijn appartement een beetje herproef gemaakt. Goedemorgen, we zijn vandaag onderje. Sorry. Het is nu 6:30. En lekker om je zin weg te leggen, want ik wou wel lang hem afzetten en gewoon verder slapen. En toen besefte ik, nee, Fobbe, je moet opstaan. Lunchmomenten. De dagbesteding en het alleen met hen aan het begin en einde van mijn opname. In de tussentijd is meedraaien in de werkgemeenschap genoeg. Iedere dag staat er ook iets kunstzinnigs op het programma. Bladen bezoeken in de herfstperiode, om daarna te drogen of open te trekken met de vlijten papier. Schilderen, tijdschriften verknippen en van de knipsels collages maken. Het doel van het vaste rooster met dagbesteding is ritme terugvinden en verbinding komen met jezelf. Voor mij, na vrije schoolverlening, is deze plek heel vertrouwd. Rust en niet rechtlijnige behandeling, werken met je handen. Tijd om naar Brugge te vertrekken en ik ga carpoolen met een collega. Hey, net terug thuis van de social media training in Brugge. Het was een goede training, een sympathieke mens ook, maar niet echt recht op mensen die al onderbouwd zijn van social media, die al kennis hebben van social media, of die zoals ik al kusjes volgen van social media. Ik heb dingen bijgeleerd, maar te weinig. Ik ben naar de winkel geweest. Ik heb een aantal dingen mee. Ik moet eerlijk gezegd wel toegeven, een kleine food craving had in de winkel. Dus niet alle dingen zijn even gezond. En je moet ook bedenken dat ik nog een heel grote doos appel staan heb. Dus ik eet wel nog gezonde dingen tussendoor. Oké. Het is nu tijd voor deze boodschappenhaul. Oh ja, even laten in de poll. Laat je even in de poll weten of het tijd is voor een nieuwe intro. Want ik vind mijn intro saai aan het worden. Dus we moeten daar iets op verzinnen. Allereerst heb ik een bakbruin brood gekocht. Ik ben trouwens gaan winkelen bij Aldi. Ik ben niet altijd zo'n grote fan van Aldi. Maar Aldi ligt gewoon redelijk. Lag vandaag redelijk op mijn weg. American cookies. Ik had zoveel zin in American cookies. Een pakje melkchocolade. Twee zakjes zoute chips, wel twee kleintjes. Een pakje pannenkoeken. Ga je die heel goed moeten beschermen. Nog een zakje chips. Chips. Twee flessen magere melk. Ik drink niet elke dag melk, maar soms vind ik het wel een keer leuk om een kop melk te drinken. En als mijn melk op is voor die week, dan ga ik ook gewoon geen nieuwe gaan halen. Een doosje light smeerkaas. En deze super schatte kerstservietten met een dier op. Ze hadden ook herfstachtige servietten. En ik dacht, oh, ik wil herfstachtige servietten. Maar het waren eigenlijk echt geen mooie, vond ik. Ik ga vlug deze dingen in de frigo steken. En dan kunnen we beginnen met de herfstdecoratie van mijn appartement. Yay! Want het is nu nog maar 20 na 6. Dus ik heb nog wel wat tijd. Mijn raam heeft trouwens de hele dag open gestaan. Het heeft echt goed geregend vandaag. Maar het heeft gelukkig niks binnen geregend. Ik ga hem nu wel toe doen. Die staat een beetje in de weg, even. Namelijk in die laag staan. En mijn venster zit hier al. Misschien vraag je af, waarom moet je in die laag zitten? Wel, al mijn decoratiespulletjes zitten hierin.
tijd om de zomerse kaarsjes overal te vervangen door iets herstere kaarsjes. Dit is mijn kaarsjesvoorraad. Zoals je ziet, ruim genoeg. We gaan deze in huis zetten, Sweet Apple van Yankee Candle. En deze appelachtige kaars van IKEA. Hallo, het is 7:10 en ik heb mijn appartement een beetje herfstproef gemaakt. Maar nog niet naar de volle heet dat ik zou willen. Ik wil jullie wel even laten zien wat ik heb gedaan. Hier bij mijn kadertjes heb ik voorlopig deze pineapples gezet. Deze pineapples heb ik gevonden in een bos en houtachtig gespoten. Mijn kussentjes moet ik nog veranderen, want het zijn echt nog zomerkussentjes. Maar ik heb momenteel geen herfstkussentjes. Hier in mijn kast heb ik deze paddenstoel en deze pompoen neergezet. Hier dit hertje. Hier een vosje. De kadertjes mogen ook echt wel nog herfstiger. Maar ik heb dat momenteel nog niet. Posters in de herfst. Maar ik ben van plan om deze week een keer naar de Action te gaan. Je ziet heel wat rommel. Dit heb ik wel gedaan met allerlei kastanjes en zo die ik heb gevonden. Ik heb ze in zo'n vaas gestoken. Lichtjes tussen gestoken. En dat geeft een super tof effect, vind ik. Hier heb ik een eekhoorntje gezet naast mijn kaders. Het vogelhuisje stond daar al. Dit ook. Ik heb wel mijn zomergoedje weggedaan hier, maar het geeft wel nog iets nieuws in de plaats. Dit zorgt al voor redelijk effect. De druppels op mijn ruiten. In de badkamer heb ik maar één iets veranderd en dat is deze vaas opgevuld met pineapples en nootjes. En hier mijn appelkaars in gestopt. Super gezellig als ik in het bad ga. In mijn bureau heb ik niks veranderd. En tenslotte in mijn slaapkamer nog een heel hoop posters op mijn bed. Aan mijn prikbord heb ik twee afbeeldingen veranderd, namelijk deze. En deze omdat ik ze zo'n herfstige vibe vond geven. Hier gaan we deze kaars vervangen door deze. Het is een appelachtige kaars. Allee, het is een appel. Op mijn bord staat er heerlijke herfstvlogs. En daar mijn kadertjes ook veranderd. Ik heb deze wasbeer hier aan gehangen. Dat is een bordje van Action. Ik heb een paddenstoelenlichtslinger aan mijn spiegel gehangen. Jammer genoeg is het een heel korte lichtslinger, waardoor dat hij eigenlijk bijna niks van mijn spiegel inpakt. En hier een kalenderbriefje van mijn flowkalender heb ik hierin gestopt. In mijn Poliwhirl Pokémon. Ga ik nog één iets leuks doen, namelijk met deze krijtstift op mijn raam schrijven. Mijn stift is leeg. Ik wil echt trouwens heel graag naar de Action, want dat lampionnetje is ook echt nog veel te zomers. Allee, mijn kamer gaat sowieso redelijk zomerse vibe hebben door dit en de plant hier staat. En door dit roltanachtige mandje. En ik heb ook niet echt een valbed overtrek, dus dat bord gewoon, blijft gewoon zo. Ik wil ook hier nog iets leuks voor in de hang, aangezien mijn papa morgen het licht komt fixen. Dus dat wordt top.